welkom vooral bij de 9e van 10 races in de Proximus Cycling E-Series League. Lieselotte Croix, ik kijk meteen naar jou. Fiets je nog? Ik fiets te weinig. Ik denk dat een cliché antwoord is. Zijn we al vertrokken? Jazeker, het startschot is al gegeven, want we hebben de eerste 300 meter al achter de rug met z'n drieën. En dat is dan toch al een kloofje dat wat groter aan het worden is. Als ze met drie elkaar vinden, dan wordt het moeilijk voor het groepje daarachter om dat gat alweer dicht te rijden. Gezweet wordt er in elk geval bij de jongeman die we daar in beeld krijgen. Nog 5 kilometer voor de boeg. Ja, het zal erop aankomen om het maximale vermogen te leveren in die laatste honderden meters. En het is type die je misschien wel eens zou willen de sprint vermijden. We naderen echt wel stilaan de slotfase. Type Matte of Arthur. De rest, zoals gezegd, gaan we niet meer terugzien. Die laatste honderden meters, daar beginnen ze nu aan. Ja, hij gaat er voorbij. Jawel hoor. Jawel. Het gaat Matte zijn. Oeh, nee, het is toch Type. Weg zijn ze. Voilà, ze kunnen eraan beginnen. Ja. Ja, dat is echt een demarrage. We zijn nu nog een heel eind onderweg. Een groep van een 15-tal renners, als ik dat durf in te schatten, die in de achtervolging zijn. Intussen tikken de kilometers al maar verder weg natuurlijk. Christopher Hans blijft voorlopig de man op kop. Gaat Thomas Lene daar iets aan doen? De rits gaat open. Ik denk dat dat inderdaad nu het moment is. Hè. Nog 3,5 kilometer. Het is de hoogste tijd, stilaan mannen. Of rekenen ze er echt op dat ze in die laatste kilometer het zomaar gaan dichtknallen? Dit zie je vol op de tanden bijten. Hij gaat proberen weg te rijden. Ja, nee, hij is in de laatste 500 meter, dus... Voilà. Is het binnen? Het is zeker binnen. Ja, dat moet hij binnen zijn, inderdaad. En dan is Jury tweede geworden en Dieter derde. We gaan er aan beginnen aan die wedstrijd bij de vrouwen. En de spanning zal moeten komen van de duo vooraan. Dat staat boven water, dat heel serieuze waarden zijn wat die Julia Chalot trapt. En ze staat vaak recht op de trappers. Wie van de twee het gaat halen, dat gaan we weten over een kilometer. Gaat een sprintje worden, vol recht op die trappers. En dit moet dan de eindsprint gaan worden. Eerste plaats voor Julia Chalot. 3 maart, dat is dus over een tweetal weken, die laatste wedstrijd gaan krijgen op de muur van Gerardsbergen. En dat is dan de 10e en laatste wedstrijd in de Proximus Cycling E-Series. Dan rest mij enkel nog jullie te bedanken om te kijken. En Lieselotte de Croix voor het aangename gezelschap. Dankjewel daarvoor en graag tot de volgende keer. Dag.